In deze clip gaan we kijken naar verschillende bedieningsaspecten van de EOS R7. Verschillende van die aspecten vind je ook terug op de EOS R10 en die zijn ook aanwezig op de EOS R3. Maar in dit geval even de R7. Het zijn vaak wat nieuwe dingen die je nog niet op andere Canon camera's, zowel niet de spiegelreflex als spiegelloos ziet. Dus het is misschien wel even interessant om er mee kennis te maken. Goed, we beginnen met puntje 1 en dat is dat er een aanduiding is in de autofocus dat het autofocuspunt in het midden staat. Goed, je ziet hier het autofocuspunt, dat kan ik verplaatsen. Ik heb een zwarte lens even gekozen dat je straks ziet wat er gaat gebeuren. Staat die nou in het midden? Het scherpstelpunt in het midden van het kader, dat is wat heel veel mensen gewend zijn, wat voor een bepaalde onderwerp ook wel handig is. Maar staat die nou in het midden? Want bij een spiegelloze camera heb je dus geen vast punt of geen concrete punten waar je je scherpstelpunt kunt zetten. Dat kun je overal zetten. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. Maar staat die nou in het midden? Nou, ogenschijnlijk staat die in het midden. Om hem in het midden te zetten bij deze camera, druk op de joystick. En dan zie je, hij stond niet in het midden, nu staat hij pas in het midden. En hoe weet ik nu dat hij in het midden staat? Dat zie je dus bij een R7. Dan staat er een klein puntje in het blokje van de autofocus. Dus verzet hem weer eens even. Je ziet geen wit puntje. Druk op de joystick en hij plaatst hem in het midden en hij zet er meteen een wit puntje in. Ten teken dat het autofocuspunt nu centraal staat. Nou, dat is dus een handige optie die je, nou, wanneer je goed oplet, ziet in een EOS R7. Goed, wat we ook zien is dat ik heb een zoomlens op zitten, een 2405. En je ziet hier een getalletje staan, dat staat 79 mm. Dat is het brandpunt. En dat is dus heel mooi, want wat betekent dat? Dat wanneer je gaat draaien, dus in en uit gaat zoomen, zie je dat getalletje veranderen. Dus stel, ik heb net een opname gemaakt in een bepaalde zoomstand, maar ik wil eigenlijk de exacte zoomstand weer hebben. Ja, dat kun je niet op je lens aflezen, want zo nauwkeurig is dat niet. Maar je kunt het nu heel goed, kijk, ik zet hem weer terug op 79 en ik weet nu dat dit kader hetzelfde was als voor dat uit- en inzoomen. Het lijkt een bijkomstigheid, maar het is toch handig wanneer je met zoomlenzen werkt. Hè? En dit zie je dan zowel in je oogzoeker als op je LCD-scherm. Zet je dan een vast brandpuntlens op, dan heeft het natuurlijk wat minder zin, maar dan zie je gewoon 35 mm staan of 85 mm staan. Dus twee handige dingetjes, ja, die het fotograferen net iets makkelijker maken. Goed, we zijn even gewisseld van lens en van onderwerp. Je ziet de lens 85 mm, dus een vast brandpuntlens. De RF85 die we net als onderwerp hadden. En we hebben een PowerShot G2, een oude gediende, hebben we even als onderwerp staan. Dat hebben we bewust gedaan omdat we direct iets laten zien met scherptediepte. Waar we eerst nog eens naar gaan kijken is dat er een optie bestaat. Kijk, bij een spiegelloze camera die gebruikt relatief veel stroom, omdat alles elektronisch is. Hè. De zoeker, LCD-scherm, heel de elektronica erin. Ja, dus vraagt veel stroom. Wanneer je stroom kunt besparen, dat is handig. Er zitten allerlei spaarstanden op een camera en een daarvan is dat het LCD-scherm uit kan gaan. Maar goed, op het moment dat dat uitgaat, zie je dus helemaal niks op dat scherm. Terwijl je eigenlijk toch bijvoorbeeld een stukje van het kader wil zien of de instellingen die je hebt. En het leuke is dat de EOS R7 heeft nu een functie die het LCD-scherm laat dimmen. En dat gaan we maar eens even naar kijken. Je ziet spaarstand. Ja. En daar zie je scherm gedimd en dat staat nu uit. Je kunt dat dus aanzetten. En wanneer je dat aanzet, dan kun je een tijd bij kiezen. Hè, variërend van volgens mij 5 tot 30 seconden. Hè. Dus na 30 seconden wordt hij dan donkerder. Ja, dus dan even 5 seconden zetten. Zo. En nou, nu let maar even op. We doen even 5 seconden niks. En het scherm wordt gedimd. Maar je ziet nog wel, in de AV-stand, je ziet nog wel allerlei getalletjes. Druk hier op de ontspanner, dan heb je weer beeld. Ja, wacht je daarna weer 5 seconden, dan gaat hij weer gedimd worden. Dus dat is een functie waarmee je toch best veel stroom gaat besparen. Ja, want wanneer je gewoon rondloopt met die camera en hij zou altijd maar voluit branden, het LCD-scherm, dan gaat die batterij sneller leeg als in deze stand. En je bent toch niet je hele beeld kwijt. Dus dat is een functie die zeker handig is om meer plezier te hebben, om meer foto's te kunnen maken op één batterij. We gaan weer even naar de menus, want we gaan nog een andere optie laten zien. Klik op menu. Daar zie je spaarstand, daar stonden we net in. Om nu van de ene hoofdmenu naar de andere te bladeren, ja, je kunt door aan het wieltjes draaien, dan ga je door al die submenu's heen, maar dat is soms onhandig. Maar druk eens op de infoknop en je springt van hoofdmenu naar hoofdmenu.
En in dit geval springen we naar hoofdmenu opname nummertje 9. En daar vind je weergavesimulatie. Weergavesimulatie is hetzelfde als belichtingssimulatie. Dat is wat je in live view gebruikt op een spiegelreflexcamera. Of wat je op een spiegelloze camera gebruikt. Dat is het fenomeen dat wanneer je door je zoeker kijkt, dat je meteen goed ziet hoe de belichting is van de foto. Want die is afhankelijk, die weergave in die zoeker is, en ook van het LCD, is afhankelijk van de instellingen die je doet. Dus ga je over- of onderbelichten, dat zie je meteen. Nou, dat noemen ze belichtingssimulatie. Nou, bij de EOS R7 bestaat die optie niet meer, want die is uitgebreid. En dat is wel heel mooi. Want ze doen dan niet alleen de belichting en de kleur en de beeldstijl, maar ook de DOF. En in goed Engels is dat depth of field, oftewel scherptediepte. En het mooie is dus, want die optie staat standaard aan, wanneer ik nu naar dit onderwerp kijk en je kijkt, we zitten nu op F2 zetten, zo. We zitten nu op F2, dan zie je dat daar rechts, dat die 4 megapixel, dat er niet scherp is. En daaronder achter dat 85 zie je nog PowerShot G2. Maar let maar eens op. Ik ga het diafragma verkleinen. En je ziet, die 4 die wordt scherp. Tenminste, de scherpte diepte wordt groter. Je weet dat je bij een camera kans hebt op diffractie. Dus je kunt wel zeggen, ja, ik zet hem op F29, dan is alles scherp. Maar het zal niet scherp zijn. Maar je ziet wel in je zoeker, hè, dat 4 is nu, en dat PowerShot G2 is ook scherp. Bij F29 en bij F2, ja, is het allemaal netjes onscherp. Dus bij portretten kun je meteen al je bokeh een beetje beoordelen. Of je wel of niet moet diafragmeren of niet. Ja, dat is dus een handige optie die je voor het eerst aantreft op deze EOS R7. Een volgende leuke optie heeft te maken met het snel instelmenu. Of een snel instelscherm. Zo zeggen we snel instellen, waar heeft die man het over? Nou, het gaat over quick. Over de letter Q die je op je LCD-scherm ziet. Op het moment dat je daarop tikt. Ja, of even, je kunt ook op de Q-knop drukken op je camera. Dan zie je links en rechts twee kolommetjes met allerlei opties die van belang zijn. Hè? Dus autofocusgebied, autofocuswerking, opname type, de transportmodus. Allemaal van dat soort dingen vind je daar terug. En dat is handig, want dan kun je relatief snel allerlei settings doen die je anders via menu's moet doen of via knopjes. Dus het quick instelmenu is handig. Maar we zien hier bijvoorbeeld bij staan, dan gaan we eens even naar het tweede kolommetje. Daar zie je bij staan anti-flikker. Ja, anti-knipper gebruik je eigenlijk zelden. Ja, en die creatieve filters die gebruik je eigenlijk zelden. Je ziet hier overigens ook staan dat je de te detecteren onderwerpen, dat staat helemaal rechts onderaan. Dat zou je liever ergens bovenaan willen hebben. Nou, het mooie is, tot op heden was het niet te veranderen. Het Canon gaf aan wat ze wilden laten zien. Maar nu, let op, bestaat de menuoptie pas snel instellen aan. Nou, dat snel instellen is dus dat quick menu. En wanneer we daar eens op tikken, ja, en we zeggen indeling bewerken, dan moet je even zoeken welke dat we hebben. En je ziet daar met die kleine vinkjes ernaast, ja, welke instellingen er nu gekozen zijn. Nou, wat zei ik? Dat anti-flikker, dat wil ik helemaal niet, anti-knipper. En ook die, dat was deze, die effecten of die creatieve filters, die willen we ook niet. Dus nu hebben we plotseling twee plaatsen over. En we gaan maar eens naar beneden om te kijken wat er allemaal in staat. Nou, deze camera die heeft bijvoorbeeld dat vooropname in RAW Burst. Dus dat je al foto's maakt voordat je de ontspanner ingedrukt hebt. Nou, dat is handig om bij de hand te hebben. En bijvoorbeeld ook een scherpsteltrapje, dat is wat ik persoonlijk vaak gebruik. Hup, die zet ik ook aan. Dus nu ik dat gedaan heb, zeg ik snel afsluiten, opslaan en afsluiten. Druk ik nu op de Q-knop. Wat zie ik dan? Ja, daar staat dat RAW Burst. En daar zie je dat scherpsteltrapje. Nou, het voert even te ver voor deze tutorial om te laten zien dat je het ook nog kunt verplaatsen, want dat is wel even een dingetje. Maar je kunt, wanneer je hierop tikt, hieronder met info herschikken doen. En dan kun je ze van plaats veranderen. En dat is wel handig. Hè? Dan kun je dat bijvoorbeeld dat voorkeur voor autofocus kunnen op een andere plek zetten. Maar dat moet je zelf even doen. Het is niet zo moeilijk, maar het voert nou even te ver om het hier te laten zien. Vervolgens een optie die al bij de EOS R3 aanwezig was, maar dus nu ook op de R7 zit. En dat is dat je in de zoeker zie je het beeld, de belichting zoals je het gaat fotograferen. Omdat het dynamisch bereik van een elektronische zoeker niet zo geweldig groot is, zou het zo kunnen zijn dat je belicht op de lucht en dan is de voorgrond bijna zwart. Terwijl je met je ogen gewoon een lucht ziet
en een voorgrond, misschien al wel in de schaduw, maar je ziet daar wel detail in. Dus voor wanneer je wilt kaderen, is het soms onhandig ja, dat die belichting wordt gesimuleerd. Bovendien heb je als spiegelreflexfotograaf een bepaald, ja, idee wanneer je door de zoeker kijkt wat je dan moet zien. Nou, om die twee probleempjes of die twee dingetjes een beetje op te lossen, heeft Canon een digitale en elektronische hulp gemaakt om de EVF, om dat wat je in de EVF ziet, te simuleren als een OVF, als een optische zoeker. Nou, en dat moet je gewoon even aanzetten. En wat er dan is, ja, je ziet minder contrast. Hè. Dit is het plaatje voor met die belichtingssimulatie als EVF. En dit is dus nu, zoals je het nu ziet, wanneer die optie, en dat heet dan OVF simulatie weergavehulp aan, dan zie je het dus anders. Dan zou je dus die voorgrond nog enige doortekening zien en dan kun je wat beter kaderen. Je ziet wel dat de weergave simulatie is dan niet actief. Dus dat is ook wel logisch ook, want ja, die belichting is niet zo meer zoals die in de werkelijkheid wordt, maar je kunt het wel beter zien. Goed, we hebben de camera even in de elektronische sluiter gezet, dat zie je hier linksonder. En de vraag is wanneer je daar foto's mee gaat maken in de motordrive of je een geluid hoort. Nou, bij de R5 en R6 is dat volgens mij niet mogelijk. Of de firmware moet het laatst gewijzigd hebben. Bij de R7 kan het dus wel. Je hoort nu, hoor je een geluid ten teken dat je foto's maakt. En het is niet net als bij, want je ziet wel ook de witte kadertje rondom. Ja, dus je ziet wel dat er foto's gemaakt worden, maar wanneer dat uitstaat, is dat een onhandig iets. Wanneer je zegt, ja, ik wil het wel uit, is dat, nou, deze camera, die kent de optie volume. En wanneer ik die activeer, dan zie ik dat er een heleboel geluid in de camera zit. Ja, waaronder dus de sluitervolume. En wanneer ik de sluitervolume bijvoorbeeld is op 0 zet, ja, en ik maak nu foto's, dan zie je dus alleen maar die witte randjes. Hij heeft allemaal foto's gemaakt nu, dat zie je ook aan het dingetje. En ik maar eens even terugzet. En ik wil juist, dit is mooi voor stealth, hè, dit is voor die bruidsreportages. Je kunt hem ook heel zachtjes zetten, dan staat hij op 1. Ik zal hem eens op de zwaarste stand zetten, zeg maar. Wanneer je echt aanwezig wil zijn, net als vroeger met je spiegelreflex. Nou, let op. Zo kan het dus ook. Maar je hebt dat dus elektronisch in de hand, hoe het volume moet zijn van de elektronische foto's nemen met de elektronische sluiter. En tot slot gaan we kijken naar een functie om foto's snel weg te kunnen gooien. Kijk, het is natuurlijk een hele snelle camera, die R7, 15 beeldjes per seconde. En de mechanische sluiter, 30 beeldjes per seconde met de elektronische sluiter. Nou, wanneer je dus vogels aan het fotograferen bent, ja, dan heb je zo 90 tot 100 foto's in een reeksje. Ja, en dan? Ja, nou, die foto's die kijk je terug en dan zitten er een paar goede tussen en de rest wil je weggooien. Bij normale spiegelreflexcamera's en systeemcamera's moet je dan naar het menu terugkijken en dan moet je allerlei moeilijke dingen doen. Hier werkt dat anders. We gaan eerst even kijken hoe we dat anders gaan doen. Het eerste waar we mee beginnen is dat we even naar menu gaan en we gaan naar knoppen aanpassen. En wanneer we daar eens naar beneden lopen, we hebben net gezien dat we de scherptediepte, die kunnen we eigenlijk al live zien. Dus de scherptediepte knop hebben we eigenlijk niet meer nodig. Nou, dit is de scherptediepte knop, dat is die knop aan de voorkant bij de lens. Ja, en daar hebben we aan toegekend beveilig. Je ziet daar dat slotje staan. Je kunt allerlei functies toekennen aan die knop. Dus wanneer je zegt, nou, ik gebruik hem liever voor iets anders. Voor waarderen, hè? Dat is een sterretje ernaast. Maar we hebben hem op lock gezet voor beveiligen. Dat hebben we niet voor niks gedaan. Want wat we nu gaan doen is het volgende. Hij staat op de motordrive. Hij staat in de elektronische sluiter. En ik ga gewoon eens eventjes een paar foto's maken. In een reeksje. Zo. Goed. Dat heeft hij nu gedaan. En wanneer ik nu ga terugkijken, ja, dan kan ik door die foto's heen bladeren. Hè? Dat zie je. Maar hij is nog bezig. Je ziet, dat zijn allemaal foto's. En ja, welke wil ik nou gebruiken? Nou, ik wil er eentje hebben dat die helemaal in het kader staat en dat die helemaal rechts staat. Je ziet, dat is ongelooflijk snel gegaan. Het is ook met de elektronische sluiter. Je ziet een beetje skewing. Ja, maar uiteindelijk zeg je van, nou, ik wil deze foto gebruiken. Om wat voor reden ook, deze foto wil je gebruiken. Nou, dan druk je dus op die DOF-knop, hè, die scherptediepte-knop voorop. En op dat moment dat je dat doet, zie je daarboven verschijnen dat sleuteltje, dat slotje. Deze foto is nu beveiligd. Dan zeg ik, nou, de rest heb ik niet nodig. Dus ik druk op het emmertje. En dan zegt hij,
Goed, je kunt deze foto weggooien. Wis beeld, dat is iets wat bekend is. Dat is bij elke EOS-camera zo. Maar daarboven staat een regel. Wis scène waar in beeld zit. En die moeten we hebben. Want de camera weet de reeks die jij opgenomen hebt. Dat zullen we direct zien. En hij gooit alle foto's weg. Behalve, wat hij zegt, degene die je beveiligd hebt. En hij weet dat het foto 739 tot 778 is. En die zal hij weggooien behalve die ene foto. Dus wanneer ik op OK tik, gooit hij al die foto's meteen weg. En hou je die ene foto die jij beveiligd hebt, want dat zie je daar aan dat slotje, hou je over. Superhandig. Echt, dat versnelt je workflow heel sterk. En je hoeft ook veel minder foto's naar je computer te halen. Hè, want je kunt goed inzoomen op die camera. Ja, dus op die manier kun je lange reeksen van opnames met 2 of 3 beveiligde foto's daarna weggooien. Zonder dat je hele moeilijke dingen moet doen in het menu weergave terugkijken. Dus tot zover al deze kleine dingetjes op die EOS R7. Ik hoop dat ze met de toekomst op alle camera's van Canon te vinden zijn. Want ze zijn zeker handig. Heb je een R7 of een R10, probeer ze even uit. Want ja, je workflow en je fotografie zal er zeker door vergemakkelijken. Tot zover.